Ik ben dus heel blij van bij jullie te zijn. Ja, als het over Bernardus van Clairvaux gaat, moet ik een inspanning doen om niet te aanvaarden. Want hij is natuurlijk heel belangrijk voor mij, niet alleen omdat ik hem bestudeerd heb. Maar, zoals u misschien wel weet, ik ben monnik. En mijn klooster was de kleindochter van een kleindochter van Clairvaux. Dus Orval bestaat sinds 1070. 950 jaar. De eerste abt van Orval. We zijn Cisterciënzer geworden in 1132. En de eerste abt, de gelukzalige Constantijn, was een vriend, een persoonlijke vriend van Bernardus van Clairvaux en was ingetreden in Clairvaux. En was dan een van de stichters geweest van Troisfontaine en is dan als eerste abt naar Orval gekomen. U mag zo dicht mogelijk zitten, u stoort me helemaal niet, als u het maar hoort. Dus ben ik heel blij van over Bernardus te spreken. En ja, de inleiding was een beetje, de oorspronkelijke vraag was de antropologie. Eigenlijk spreken over de liefde in de opvatting van Bernardus, dat is een antropologie. Dat is een mensvisie. En we gaan maar onmiddellijk naar de inhoud van zijn doctrine. Wat typisch is natuurlijk voor heel de monastieke, de monastieke leer, als je wil, in de middeleeuwen zeker en vast, maar nog altijd, dat is dat je wordt monnik om een ervaring op te doen, om een godservaring op te doen, opdat het geloof ervaring zou worden. En dat is ook voor vandaag een hele belangrijke uitnodiging, natuurlijk. Bernardus zegt het uitdrukkelijk, ik zal een aantal citaten geven die gemakkelijk zijn, denk ik, en heel verstaanbaar. Niet de kennis maakt iemand rijk, zegt hij, de puur intellectuele kennis, dat maakt u niet rijk, maar het bezit. Kennis baant enkel de weg naar de wijsheid. Daar wordt men voorbereid in de kennis om hier in de wijsheid te worden ingewijd. En voor hem is wijsheid geloofservaring, het smaken van het geloof. Wijsheid in het Latijn is sapientia en men gaf als etymologie, als betekenis, een van de mogelijkheden die niet juist waren etymologisch, maar zo zei men het. Het komt van het werkwoord sapere, dus smaken. Dus de sapientia, de wijsheid is het geloof smaken wat je krijgt. En de leer van Bernardus is een initiatie in een leven dat ook tot geloofservaring wil komen, leiden. Christelijk leven is leren leven in wat Bernardus noemt de wijde ruimte van de liefde. En waar liefde is, zegt hij, is vrijheid. We moeten dat een klein beetje uitwerken natuurlijk. In ieder geval kan men niemand dwingen tot liefde, vandaar ook het belang van de vrijheid. Men kan niemand dwingen tot liefde, men kan niemand dwingen tot relatie met God, het geloof, het is een relatie, of ook niet met de medemensen trouwens. En trouwens zegt Bernardus, is God zelf niet geïnteresseerd in gedwongen mensen. En hij drukt het zo uit met humor. Toen God het plan had opgevat zijn edel schepsel, de mens, terug te winnen, na de zondeval, zei hij bij zichzelf, als ik hem dwing tegen zijn zin, dan krijg ik een ezel en geen mens. Moet ik dan mijn rijk aan ezels geven? Voilà. Dat is helemaal Bernardus. Dus liefde in vrijheid. Maar wat is liefde? Als je kijkt hoe de mensen hun onderlinge relaties beleven, dan kan je daar grosso modo drie soorten in onderscheiden. Het gedrag van sommigen wordt gedomineerd door schrik. Eerste mogelijkheid. Bernardus noemt dat slaafse liefde, een slaafs gedrag. Men doet alles om geen straf te moeten ondergaan. Dat is een eerste type. Een andere houding is die van wat hij noemt de huurling, gekenmerkt door eigenbelang, door hebzucht. Ik geef iets
om iets terug te krijgen. Ik doe een aantal dingen opdat God zijn liefde zou geven. Geven om te krijgen. Die relatie is afhankelijk van het profijt dat men eruit kan halen. Zoals dat gebeurt bij een bezoldigd werknemer die alleen maar zou werken voor zijn salaris, zonder een andere betekenis aan zijn werk te geven. We herkennen hierin duidelijk een overwegend model in onze westerse, moderne cultuur. De meeste relaties staan in functie van winst en carrière maken, van geld en macht. Ik geef niets als ik er niets voor terugkrijg. Dat is de liefde van de huurling. Ook de liefde wordt dan verhandeld, al heeft dat met echte liefde niet veel uitstaans meer. Authentieke liefde wordt immers gekenmerkt door onbaatzuchtigheid. Ik vraag niets in de plaats. Dit is de liefde, zegt Bernardus, de liefde van de zoon. Hij zal daarin evolueren, hij zal dan later zeggen dat de onbaatzuchtige liefde eigenlijk voorbehouden is aan de bruid. Ik zal daar misschien nog eventjes op terugkomen op het einde van mijn referaat. Ik citeer hier een bekende tekst van Bernardus. Hij zegt, de liefde is op zichzelf voldoende. Dus ik moet er niks voor terugkrijgen. Het gaat om de liefde en om niets anders. De liefde is op zichzelf voldoende. Ze behaagt uit zichzelf en om zichzelf. Ze is haar eigen loon. Ze is haar eigen prijs. De liefde zoekt geen beweegreden, geen beloning buiten zichzelf. Haar beloning is de praktijk ervan. Ik bemin, een fantastische zin, ik bemin omdat ik bemin. Ik bemin om te beminnen. Wat is de reden van het beminnen? Omdat ik bemin. Waarom bemin ik? Om te beminnen. In het Latijn klinkt dit nog veel mooier. Amo quia amo, amo ut amem. Fantastisch, hè? Amo quia amo, ik bemin omdat ik bemin. Amo ut amem, ik bemin om te beminnen. Dus de liefde is niet angstwekkend, zoals de slaaf dat denkt, en ook niet winstgevend, zoals de huurling het denkt. Want, zegt Bernardus, vrees of eigenliefde bekeren de mens niet. Ze kunnen wel eens zijn gelaatsuitdrukking of zijn gedrag veranderen, maar nooit inwendig zijn gemoed. En het principe, dat is wel belangrijk voor ons, denk ik, het principe van de onbaatzuchtigheid heeft ook een pedagogische betekenis. Want door schrik aan te jagen, de liefde van de slaaf, kan je wel iemand drillen, maar je voedt hem niet echt op, pedagogisch. U weet waarschijnlijk dat educare, dus de educatie, de opvoeding, dat wij zeggen, het is educare, het is leiden uit zichzelf. Dus iemand naar iemand anders toe leiden. Toch is de liefde die onbaatzuchtig is, efficiënt. Dus vandaar de bekoring van ze toch maar te gebruiken om iets te doen. Maar je moet het niet doen om iets te doen, je moet beminnen om te beminnen. Maar de liefde is efficiënt op een heel eigen wijze. Ze verandert de mens grondig, tot in zijn ziel, tot in zijn gemoed, zodat hij de werkelijkheid anders ervaart en zich anders gaat gedragen. In die zin zou je kunnen zeggen dat de paradox van de liefde erin bestaat dat zij alleen, precies omdat ze onbaatzuchtig is, in staat is de mens te omvormen. In die zin is de liefde efficiënt omdat ze onbaatzuchtig is, omdat men niet de efficiëntie zoekt. Het is dus in de liefde dat de mens zichzelf, zijn echte vrijheid, vindt. De liefde van de zoon, de liefde van de bruid, is van een andere orde dan de liefde van de slaaf en van de huurling. Zij is onbaatzuchtig en vrij. Zij is spontaan en geordend. Caritas ordinata, zegt Bernardus. Een geordende liefde. Laat ons even terugkeren op het beminnen in vrijheid. We denken maar al te vaak dat vrijheid betekent doen waar je zin in hebt.
Maar echte vrijheid is evenzeer en meer nog kunnen ja zeggen op wat de liefde van ons vraagt in de gegeven omstandigheden. Vrijheid is kunnen instemmen met heel zijn gemoed. Tijdens een van zijn lange afwezigheden, en Bernardus was vaak afwezig, schrijft Bernardus naar zijn gemeenschap hoe graag hij bij zijn broeders zou geweest zijn. Maar, zo gaat hij verder, ik moest naar Rome, ik dien God uit vrije wil, want de liefde maakt vrij. Hij moest weg uit zijn klooster om dienst te leveren, maar ik doe het als een vrij mens, want de liefde maakt vrij. Om uit te leggen hoe we tot de godsliefde komen, onderscheidt Bernardus een aantal trappen, ook typisch voor de middeleeuwse geschriften. Men drukt zich vaker uit in termen van trappen of graden enzovoort. Daarmee wil men de dynamische kant van de werkelijkheid duidelijk maken. Er zit vooruitgang, er zit beweging in. De eerste trap van de liefde is dat de mens begint met zichzelf te beminnen omwille van zichzelf. Interessant dat Bernardus dat zegt. Je zou kunnen zeggen dat is toch het grootste egoïsme dat je maar kan inbeelden. Ik bemin mezelf omwille van mezelf. Maar hij zegt dat is een normaal vertrekpunt. Dat is ook zo bij de baby natuurlijk. Maar heel vlug doen we de ervaring op dat we de ander nodig hebben. Dat we niet uit onszelf bestaan en dat niemand al onze eigen verlangens kan vervullen. Dat niemand zijn eigen verlangens kan vervullen. Dus we zijn, met andere woorden, we zijn behoeftige wezens. En vanuit die behoeftigheid gaan we God aanroepen. Het vraaggebed. God, help mij. Het is dus als een behoeftig wezen dat hij ertoe komt om God te aanroepen, de mens. En in deze tweede trap, de tweede trap van de liefde, wordt God eigenlijk gezocht om een tekort op te vullen. Je zou dus zeggen, misschien met een tikketje misprijzen, dat is de God stoplap. Ik heb hem nodig en daarom ga ik naar God, anders zou ik niet naar God gaan. Waartegen dus zoveel gereageerd wordt. Het zoeken naar God is inderdaad heel zelfbetrokken. Ik ga naar God omdat ik hem wil gebruiken voor mezelf. Ik heb hem nodig. Maar bij nader toezien, zegt Bernardus, zijn we al een hele stap vooruit. Door de beperktheid toe te geven, ik heb God nodig, ik kan niet alles uit mezelf. Door de beperktheid toe te geven, treed ik uit mijn eigen isolement, mijn zelfvoldaanheid. En ik ga een antwoord op mijn tekorten zoeken buiten mezelf. De eerste trap van de liefde was mezelf beminnen omwille van mezelf. De tweede trap van de liefde is God beminnen omwille van mijzelf. Ik heb hem nodig. Er is een bres geslagen in de zelfgenoegzaamheid. Maar hoe komen we dan tot het beminnen van God omwille van hemzelf, de derde graad? Hoe komen we tot die onbaatzuchtige liefde die zo essentieel is voor Bernardus? Ik zeg onmiddellijk dat er nog een vierde trap in de liefde is. Ik zal die hier niet uitwerken. Dit is dan meer de mystiek van Bernardus. Hij zegt dus de eerste trap is zichzelf beminnen omwille van zichzelf. De tweede trap is God beminnen omwille van mezelf. De derde trap is God beminnen omwille van hemzelf, onbaatzuchtige liefde. En de vierde trap is heel eigenaardig, mijzelf beminnen omwille van God. Maar dat is in de hemel. Hij zegt, eigenlijk brengen we ons leven door in de overgang van de tweede naar de derde trap. Ik zal eerst God gebruiken voor mezelf en stilaan leer ik de onbaatzuchtige liefde waarin ik God bemin omwille van hem. Het geloof, zegt hij, is een cultuur. Een geloof is een cultuur. Je moet er gestadig aan werken, want anders komt er niets van terecht. Misschien moeten we dat ook eens herhalen aan sommige mensen vandaag. Het geloof valt niet zomaar uit de hemel, je moet er aan werken. Dat is zo in de vriendschap, in de menselijke relaties. Dat is ook zo in de kunst bijvoorbeeld. Dus we moeten een relatie optrouwen door trouw te blijven, opbouwen door trouw te blijven aan die relatie. We moeten de relatie onderhouden en verdiepen.
Zo niet slijt ze af. In die zin hou ik veel van het woord dat Bernardus gebruikt in die context, namelijk de cultus. Voor ons is het woord cultus natuurlijk meestal een religieus woord. De cultus wordt alleen gebruikt binnen in kerkelijk verband of liturgisch verband. Maar de oorsprong van het woord in het Latijn komt van cholere. Cholere is eigenlijk het cultiveren in de landbouw. De boer, dat is niet. De boer die naar zijn land gaat om het te bebouwen, hij moet dat trouw doen. Hij kan niet zeggen, ja, ik heb geen goesting om te werken vandaag, we slaan maar een paar weken over, ik ga op vakantie. Nee, hij moet, als hij resultaat wil hebben, dan moet hij het doen. Dat is cultus. Het is het cultiveren, van onze godsrelatie. En ik vind dat heel mooi, omdat het komt uit de landbouw. Dus zoals dat nodig is in iedere menselijke relatie die wat diepgang heeft, moet je er tijd en energie in investeren. We moeten aan onze godsrelatie gestadig werken. Mensen denken dikwijls dat geloof of geloofse ervaring, dat dat zomaar uit de lucht valt. Maar nee, het is ook het resultaat van meewerken. En op welke manier doen we dat? En Bernardus zegt dit in één zinnetje, maar het is een hele doctrine. Door na te denken, zegt hij, door na te denken, door te lezen, door te bidden en door te gehoorzamen. Eigenlijk is dat een sequens van werkwoorden die verband houden met elkaar, die van het ene naar het andere leiden. Laat ons heel kort die vier termen doornemen. Alleen de zoekende mens die nadenkt over zijn leven, wie ben ik, wat is de zin van het leven? Alleen de zoekende mens die zich vragen durft stellen, kan God op het spoor komen. Als gelovige mens worden we opgeroepen om kritisch tegenover de werkelijkheid, tegenover de eigen werkelijkheid te staan. Wie ben ik? Het vertrekpunt is de zelfkennis. Dus ik zou zeggen, misschien niet slecht om dat te herhalen, christendom is niet gediend met intellectuele luiheid. We mogen nadenken en we mogen vragen stellen. Ons leven onder ogen durven zien en worstelen met onze existentie is God niet onwaardig. Integendeel, brengt het ons naar God. En dan het tweede werkwoord is, dus door na te denken, het tweede is door te lezen. Dit slaat in de eerste plaats op de lezing van de schrift. Ik zou zeggen op een zeer persoonlijke ontmoeting met God, zoals hij zich in de schrift laat kennen. De lectio, we kennen dat door de lectio divina. Dat veronderstelt dus een voortdurend omgaan met Gods woord. Niet één keer, niet nu en dan is, maar voortdurend. Het is een steeds groeiende luisterbereidheid en assimilatie, een zich eigen maken van het evangelie, zodat onze inwendige gevoelens en uiterlijke gedragingen erdoor gevormd en omvormd worden. Naarmate de liefde groeit, heb ik gezegd in de trappen van de liefde, naarmate de liefde groeit, zal ik ook veranderen, inwendig en niet alleen maar uitwendig. Dus de schriftlezing is tenslotte vooral een luisteren naar degene die spreekt, naar God. Het is een ontmoeting over de woorden heen. Vandaar dat de lectio divina, dat de meditatie van de schrift, het zich eigen maken van de schrift, de biddende lezing van de schrift, leidt tot, ik heb het woord zo pas genoemd, tot het gebed zelf. De schrift nodigt uit tot gebed. Gods woord zelf, diep beluisterd, slaat het gebed los in ons. We vertoeven bij God door te bidden. We hoeven het gebed eigenlijk niet te produceren. Bidden is in zekere zin heel gemakkelijk. Je luistert naar het woord, het lezen, je laat het woord werken in jezelf en dat woord slaat het gebed los. Vandaar het grote belang van de lectio divina in het monastieke leven. We worden dan als het ware bij de hand genomen om te bidden. Maar dat gebed grijpt ons ten diepste aan en beïnvloedt ons. En deze luisterbereidheid zal zich niet alleen uitdrukken in ons gebed, maar ook in onze manier van doen. Want we veranderen inwendig, we gaan ook anders leven. Vandaar het vierde werkwoord, het gehoorzamen. Het gehoorzamen, het woord horen zit daarin.
ik ga doen wat ik gehoord heb, dat is gehoorzamen. Hè. Op audiendo, zegt Bernardo, dus op audire in het Latijn is onder het horen gaan staan. Ik geef gezag aan het beluisteren. Hè. En die gehoorzaamheid, zegt hij, staat in dienst van de liefde. Zowel de godsliefde als de naaste liefde. Als ik het woord beleef, dan ga ik naar God natuurlijk, want ik cultiveer de godsrelatie. Maar datzelfde woord zal bij ook naar de naaste doen gaan. Op die manier wordt God ons steeds weer vertrouwd, zegt hij, en leren we hem beter kennen. God wordt ons vertrouwd. In het Latijn gebruikt hij daarvoor werkwoorden, maar ik kan dat hier moeilijk uitleggen, die tezelfde tijd uitdrukken dat het werk door mijzelf moet gebeuren en tezelfde tijd het resultaat ervan komt niet van mezelf, maar krijg ik. God wordt ons vertrouwd en we leren hem kennen. Ja, ik doe inspanningen om hem te kennen en tezelfde tijd ben ik heel bewust dat de kennis, de godskennis, dat die niet van mij komt en ook niet van mijn werk. Ik krijg het eigenlijk gratis. Dat is de paradox van het kennen in het gebed. Met andere woorden, ons geloof in God, ons gehecht zijn aan God, het is een belangrijk woord in de doctrine van Bernardus, want dat is geloof, het is een gehecht zijn aan, het is niet weten dat God bestaat. De duivel gelooft dat ook. Maar we geloven dat we zeggen, ik vertrouw me toe aan God, ik heb een vertrouwensrelatie, ik ben gehecht aan God. En dat wordt stilaan een ervaring, waarin het aanvoelen betrokken is, dus ook het gevoel, maar het is een ervaring die zich moeilijk laat registreren en ik heb er ook geen echte greep op. Tezelfde tijd is de godskennis van de mens niet alleen, en dus zelfs niet in de eerste plaats, het resultaat van mijn inspanning. God laat zich kennen. Hij is daar ook vrij in voor de manier waarop hij dat doet. Ik denk dat we weten waarover het gaat als we denken wat vriendschap is. Vriendschap moet ik cultiveren. Ik moet investeren in mijn vriendschapsrelatie, anders gaat die verloren na een tijdje. En toch ontvang ik de vriendschap als een enorm geschenk en ik weet wel dat ik de vriend zelf niet maak, of de vriendin. Ik maak ze niet. Ik krijg die vriendschap. Dus de onbaatzuchtigheid is een vorm van zichzelf loslaten. De overgang van de tweede naar de derde trap in de liefde. God beminnen omwille van hemzelf, dat wij zeggen, ik laat los, ik blijf niet vasthouden aan mijn nood hebben aan God, aan mijn behoeftigheid. We gaan over naar een echte relatie. Ik bemin de andere omwille van hemzelf. Maar ik kan dat maar doen als ik voldoende vertrouwen heb. Omdat de andere niet als een bedreiging overkomt. In de eerste trap van de liefde komt God over als een bedreiging. Ik heb er schrik van. Ik voel me een slaaf. Ik moet bepaalde dingen doen als ik niet wil gestraft worden. Maar dat is een bedreigende God. Maar we kunnen dat vertrouwen alleen maar geven, dat loslaten van onszelf, als we voldoende vertrouwen hebben in onszelf ook. Dat weten we. Vandaar dat het belang ook van die eerste trap van de liefde, we moeten beginnen met te leren van onszelf te beminnen. Dat is de normale eerste trap. We weten dat ook vanuit de psychologie, dat een kind dat het basisvertrouwen gemist heeft, het later veel moeilijker heeft om zichzelf los te laten. Het moet bemind geweest zijn om te kunnen beminnen. Die kinderen hebben een onvoldoende geborgenheid ervaren. Ze zullen zich later moeilijker loslaten en niet zo gemakkelijk, wat Bernardus dan noemt, de zoetheid smaken van de onbaatzuchtige liefde. De zoetheid van de onbaatzuchtige liefde. Vandaar dat echt genieten, zoals echt beminnen trouwens, in een consumptiemaatschappij als de onze moeilijk geworden is. We willen altijd iets hebben in de plaats. We denken, we willen er macht over hebben. We willen het bemeesteren, maar dat maakt precies het genieten onmogelijk. Wat wij genieten noemen is meestal maar een oppervlakkig plezier, beleven aan de dingen, maar zonder echte vreugde. De verveling in onze maatschappij is dan ook enorm. In de onbaatzuchtige liefde daarentegen bestaat er geen verveling, omdat men niet op zichzelf terugvalt. Maar nogmaals, dat loslaten veronderstelt een basisvertrouwen.
Men heeft al ergens ervaren dat het de moeite loont om zichzelf op iemand te verlaten. En dat is dan de zoete ervaring die het aantrekkelijk maakt. Zoet en aantrekkelijk zijn typisch Bernardijnse termen. Bernardus legt er de nadruk op dat wij beminnend met alle dimensies van ons mens zijn. Hier komen we dichter bij de antropologie nog. Hij steunt daarvoor op het citaat van Deuteronomium 6:5. Je zal de Heer, je God, beminnen met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. Deuteronomium 6:5. Hij zegt, leer dan, o Christen, van Christus, hoe je Christus moet beminnen. Leer van Christus, Christen, hoe je Christus moet beminnen. Leer hem beminnen op een innige manier, met heel je hart. Op een verstandige manier, met heel je ziel. En op een sterke manier, met heel je kracht. Het hart, de eerste dimensie. Het hart uit het citaat van Deuteronomium. Dat is een van de belangrijkste passages natuurlijk uit het eerste verbond, wordt hier het centrum van de gevoelens. De eerste vorm van de liefde bestaat immers in tederheid, ontroering, omwille van Jezus mens zijn en zijn menselijkheid. Want niemand laat alles achter zich voor een abstracte Christusfiguur. Bernardus drukt het zo uit, mogen de Heer Jezus zoet, en beminnelijk zijn voor jouw hart. Mogen zo de ene zoetheid de andere verdringen, zoals de ene spijker de andere uitdrijft. Ik word aangetrokken door wereldse genoegens en ik ga Jezus smaken. Ik word door hem aangetrokken en dat genoegen verdringt de wereldse genoegens. Maar zegt gij, een liefde die alleen gesteund blijft op het gevoel, we kunnen hier bijvoorbeeld ook de verliefdheid in herkennen. Zo'n liefde is maar de eerste stap van de liefde opnieuw, is misschien ook niet erg diep. Als het verstand niet ergens meespeelt, als de liefde niet ergens, wij zouden zeggen gewoon, wees een beetje verstandig ook. Hè. Dat is niet speculatief verstandig, dat gaat niet om een filosofie, maar het gaat over wijsheid eigenlijk. Als de liefde niet verstandig is, dan kan ze verteerd worden door haar eigen hevigheid. Ik vind dat wel heel belangrijk, want we hebben natuurlijk vandaag ook nogal wat stromingen in de religie en ook in onze eigen spiritualiteit, die hier zodanig het accent laat leggen op de gevoelens, dat je je afvraagt waar je tenslotte uitkomt. Je gaat daar op een heel gemakkelijke manier op inspelen. Wel nu, zegt Bernardus, redelijk is de liefde, verstandig is de liefde, als je wil. Redelijk in de middeleeuwen wil je het niet zeggen, het gaat niet over de moderne filosofie. Redelijk is de liefde als men in alles wat men omtrent Christus moet aannemen, zo vasthoudt aan de geloofsleer, dat men zich door geen schijnwaarheid, door geen misleiding ook, maar in het minst laat afbrengen van de zuivere zienswijze der kerk. De kerk is hier een criterium. Wat gebeurt er in jou als je God bemint? Wanneer men eveneens in zijn persoonlijk leven zulke omzichtigheid aan de dag legt, dat men nooit de grens van een wijze gematigdheid overschrijdt. Dus niet overdreven sentimenten die je gaat doen. Het zij, zegt gij, uit bijgelovigheid, of lichtzinnigheid, of in de onstuimigheid van een zogenaamde vurige geestdrift, dit is God beminnen met heel zijn ziel, met heel zijn verstand dezelfde tijd. Dat is dan de ziel, het tweede element uit het Deuteronomium. Leer te beminnen niet alleen op een innige, maar ook op een verstandige manier, met het hart en met de ziel. Jezus zelf had het moeilijk om zijn leerlingen tot die verstandige liefde, amor rationalis, te brengen. Ze konden aanvankelijk geen begrip opbrengen voor Jezus' zending en werden bedroefd toen hij het sprak over lijden en dood. Ze hadden grote gevoelens voor Jezus, ze werden heel sterk door hem aangetrokken. En als Jezus sprak over, ja maar, ik moet lijden en sterven voor ik verrijs,
dan gingen ze niet meer mee. Ze werden bedroefd. Ze beminden, zegt Bernardus, en ze beminden niet. Hun liefde was gevoelig, maar niet wijs. Interessant om te zien dat Bernardus ook wel het gevoel respecteert. Het gaat er niet om gevoel of verstand, het is gevoel en verstand. En dan tenslotte is een dergelijke wijsheid nog niet voldoende. Beminnen met de gevoelens en met het verstand is onvoldoende. Want liefde kan diep zijn en wijs, maar onstandvastig en krachteloos in de moeilijkheden. Alleen Gods geest geeft de kracht die in staat stelt om met heel zijn wezen te beminnen. Ook heel interessant. Bernardus herkent de Heilige Geest niet in grote visioenen of wat dan ook, maar de geest drukt zich uit in de standvastigheid van de liefde en de duurzaamheid. Hij zegt het zo: komt bij deze liefde nog zo'n kracht van de helpende geest, dat geen druk van moeilijkheden, geen geweld van folteringen, of zelfs niet de vrees voor de dood, in staat zijn de ziel van de rechte weg te doen afwijken, dan bemint zij ook met heel haar kracht. En is haar liefde geestelijk, spiritueel. Het predicaat geestelijk, zegt hij, komt naar mijn mening aan deze liefde vooral toe, vanwege de volheid des geestes, waardoor zij dan uitmunt. In een van zijn werken maakt Bernardus een analyse van de liefde, die drie punten die we gezien hebben, past hij toe op wat is er bij Petrus gebeurd. En waarom heeft Petrus Jezus eigenlijk verraden? Waarom had hij schrik? Was het de kracht van het zwaard of de angst voor het zwaard die gemaakt heeft dat hij Jezus verloochende? Bernardus analyseert het op een hele, hele goede manier trouwens, ook vanuit psychologisch standpunt. Dan zegt hij, Petrus had de geest nog niet ontvangen. Na Pinksteren toont Petrus wat de liefde wel is, want hij gaat tot de marteldood. Voor Bernardus is de gemeenschap van primordiaal belang. Iemand die buiten de gemeenschap leeft, is precies geesteloos volgens hem. De geest dringt ons om tot gemeenschapsvorming, tot kerkvorming. Iemand die denkt uit zichzelf te bestaan en niemand nodig te hebben, is hoogmoedig. Zo iemand doet zichzelf en de anderen eigenlijk schade. Maar om in gemeenschap te kunnen leven, hebben we opnieuw de geest nodig. Sinds de zondeval zijn we immers te veel op onszelf betrokken om nog spontaan tot naaste liefde in staat te zijn. Wat de natuur echter niet meer uit zichzelf kan, dat kan de zalving van de geest mogelijk maken. Zonder de geest legt de mens als het ware de menselijkheid af. Hij zegt het zo, Bernardus, en ofschoon hij dan in geval van nood, zo iemand dus die niet heeft van de geest, daar gaat het over, ofschoon hij in geval van nood wel graag door andere mensen wil geholpen worden, zal hij hen die in dezelfde nood verkeren, zelf geen helpende hand toesteken. Hij vormt geen gemeenschap. Hij profiteert van de anderen, maar gaat niet naar de anderen toe om hen te helpen. Erger nog, zegt hij, alhoewel zelf mens en zondaar, durft hij zijn medemensen en medezondaars, zijn allemaal medezondaars, te veroordelen, te verachten, te bespotten, zonder er rekening mee te houden dat hij zelf ook bekoord kan worden. Hij is zelf ook zondaar. We hebben gezien dat Bernardus de naaste liefde niet op een puur sentimentele manier ziet, de liefde in het algemeen trouwens. De naaste liefde moet ook nuttig zijn. En je moet die nuttigheid heel realistisch zien. Dit is de liefde, zegt hij, niet te zoeken wat voor haarzelf, voor de liefde, nuttig is, maar voor velen. De anderen worden prioritair. Vandaar dat Bernardus systematisch geweigerd heeft dat abten bijvoorbeeld hun ambt neerlegden
vanuit de redenering of vanuit de motivatie, dan kunnen we een contemplatiever leven leiden. Aan een van zijn vrienden die het deed, schreef hij: antwoord me nu eens in alle eerlijkheid. Was je niet meer gelegen aan je eigen rust dan aan het nut van de anderen? Terwijl de abt instaat voor het nut van zijn medebroeders. Vandaar ook dat Bernardus nooit aanvaard heeft dat een abt weigert om bisschop te worden, bijvoorbeeld. Ik had dus die vier keuze. Een heel belangrijk element daarin lijkt me, het is voor mij een van mijn hoofdrefreinen, denk ik, in mijn spiritualiteit. De gemeenschap staat of valt met onze bekwaamheid tot mededogen. Tot die het lijden van de naaste tot ons lijden maakt. Bernardus heeft daar heel wat passages over. Ik zal me beperken tot één langer citaat, maar ik vind dat het heel goed de persoonlijkheid van Bernardus ook weerspiegelt. Hij zegt het volgende, het is een langer citaat uit De Graden van de Liefde precies. Wie zich niet bij zijn broeders aansluit, maar in tegendeel tekeer gaat tegen hen die wenen of hen krenken die blij zijn, dus die niet in staat zijn om, wij zouden zeggen, empathisch te zijn. En zegt hij, dit komt omdat ze niet in zichzelf loen wat in de anderen omgaat, daar zij niet gelijkgestemd zijn. Empathie veronderstelt dat ik op hetzelfde niveau zit. Hè. Hoe zouden zij de waarheid in hun naasten kunnen ontdekken? Ze weten nooit wie die andere is. Want op hen is uitstekend het spreekwoord toepasselijk. Een gezonde weet niet wat een zieke voelt. En een verzadigde weet niet wat een hongerige verduurt. Maar omdat een zieke met een zieke en een hongerige met een hongerige overeenkomt, daarom voelen ze ook des te beter met elkaar mee. Want zoals de zuivere waarheid slechts met een zuiver hart gezien wordt, zo wordt het lijden van een broeder dieper door een zelfleidend hart gevoeld. Maar om met het lijden van anderen medelijden te hebben, moet je eerst jouw eigen lijden kennen. Dan zal je de gesteldheid van je naaste in je eigen gesteldheid terugvinden en uit eigen ervaring weten hoe je hem te hulp moet kennen. Komen. En dan verwijst hij naar Jezus. Dit is ook het voorbeeld, dat is ook het voorbeeld van onze zaligmaker. Hij die heeft wel een lijden om te kunnen medelijden. Die erbarmelijk wilde worden om de barmhartigheid te leren. Want zoals van hem geschreven staat, hij heeft door zijn lijden gehoorzaamheid geleerd, Hebreeën 5, 8. Hij heeft door zijn lijden gehoorzaamheid geleerd, Hebreeën 5, 8. Zo heeft hij ook de barmhartigheid willen leren. Niet dat het hem voordien onmogelijk was zich te erbarmen, want zijn barmhartigheid is van alle eeuwigheid en tot in eeuwigheid blijft ze bestaan. Maar wat hij kende, krachtens zijn wezen van alle eeuwen, leerde hij door ervaring in de tijd, door mens te worden, door een lichaam te hebben. Dat is een prachtig citaat. Hè? Ik ben bijna rond. Nog iets misschien over een belangrijk element van bij Bernardus, dan mystiek en actie samen. Op het eerste zicht zou je zeggen, hoe komt het dat Bernardus zo'n invloed gehad heeft, hele geschiedenis door, op niet-monastieke milieus? Die heeft eigenlijk heel de latere mystiek in het Westen beïnvloed. Die is de eerste mystieker. Maar is de mystiek niet het omgekeerde van geëngageerd zijn? Bernardus toont hoezeer een dergelijke tegenstelling ongegrond is. En dit blijkt nog het meest in zijn meest mystieke teksten, waar hij het thema van de bruid en de bruidegom uitwerkt. Hij ziet twee bewegingen, namelijk twee bewegingen van de geest in ons. Hij zegt, er is een invloeien van God, de infusio, een invloeien van God. Er is ook een uitvloeien van God, de effusio. Als u Ruusbroek een beetje kent, dan vindt u die woordenschat terug. Het invloeien en het uitvloeien. Bernardus geeft commentaar op de woorden van het Hooglied. Als uitgegoten olie is uw naam. Hooglied 1, 2. Als uitgegoten olie is uw naam.
En hij zegt, sommige genadegaven zijn ons geschonken voor onszelf. Dit is de ingieting, de infusio. Bijvoorbeeld geloof, hoop en liefde. Zonder die gaven van de geest kunnen we God niet beminnen. Maar andere gaven krijgen we om door te geven aan de medemensen. Om mee te werken aan hun geluk. Dit is de uitgieting, de effusio. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de bekwaamheid om wijze woorden te spreken. Zieken kunnen genezen, enzovoort. Bernardus zegt uitdrukkelijk dat we niet voor onszelf mogen houden wat we voor anderen hebben gekregen. En om duidelijk te maken hoe nodig het is zich eerst met de geest te vullen, vooraleer zijn gaven naar anderen door te kunnen spelen, maakt hij een pittige vergelijking tussen, u kent dat misschien, afvoerpijpen en waterbekkens. Water stroomt doorheen de pijpen, zonder erin stijl te staan. Dat zijn waterpijpen. Afvoerpijpen. Maar waterbekkens houden het water en geven alleen maar wat overloopt nadat ze vol zijn. En dan geeft hij als commentaar, wees verstandig, zegt hij, dus het komt vaak terug bij hem, hè. Wijs zijn, wees verstandig. En maak jezelf tot een waterbekken, niet tot een afvoerkanaal. Een afvoerpijp immers loost het water bijna even gauw als hij het ontvangt. Het is Bernardus die spreekt. Een waterreservoir daarentegen wacht tot het geheel vol is. En dan eerst begint het mede te delen van datgene waarvan het overloopt, zonder vermindering van eigen volheid. En dan zoekt hij er toch wat humoristisch, misschien een beetje ironisch aan toe. Afvoerkanalen, zegt hij, hebben we heden ten dagen in de kerk een groot aantal. Reservoirs, waterbekkens daarentegen uiterst weinig. Met andere woorden, contemplatie gaat vooraf aan actie. Eerst moet het waterbekken vol zijn en dan overstromen. Maar beschouwing, contemplatie, dringt ook tot actie. Spoort aan tot handelingen van liefde. Hij zegt het zo, Bernardus, zo'n liefde is vol ijver. Dat is de liefde die geheel vervult, die gloeit, die overkookt, die zich thans veilig mag gaan uitstorten, naar buiten stromen, alle versperringen verbrekend. Laat zo iemand het woord Gods gaan verkondigen en het vrucht doen dragen. Dat overkoken mag je niet alleen in psychologische zin begrijpen. Het motief is spiritueel. Want dezelfde tekst gaat verder. God is liefde. En niets ter wereld zal het schepsel gevormd naar Gods beeld kunnen vervullen, tenzij de liefde die God is. God is liefde. En niets ter wereld zal een schepsel gevormd naar Gods beeld kunnen vervullen, tenzij de liefde die God is. Alleen die liefde immers is groter dan het schepsel, zegt hij. Bernardus zegt zelfs dat de bereidheid vrijwillig de contemplatie te onderbreken om actief missionair te zijn een bewijs is van authentieke contemplatie. Heel bijzonder voor een mysticus, zou je zeggen. Het is dus Bernardus te doen om de juiste keuze tussen verschillende wegen binnen één contemplatieve oriëntatie. Hij zelf is vaak geconfronteerd geweest met diensten buitenshuis, waarvoor hij het klooster moest verlaten. Hij rechtvaardigt dit als volgt. Contemplatieve rust is geen absoluut gegeven. De nood van de naaste kan ons aan de rust van de contemplatie ontrukken. Hij zegt het zo, het beste is te rusten en met Christus te zijn. Maar het is noodzakelijk naar buiten te gaan terwille van de zielen om hen te winnen die gered moeten worden. En dat het principe komt vaker terug. Men moet kiezen voor de anderen, voor meerderen. Men moet nuttig zijn voor de anderen, dat is naastenliefde. Hij schrijft het zo. Hij zegt, ik wil niet mijn eigen genoegen zoeken en wat voor mij nuttig is, maar datgene waarvan velen nut hebben. Niemand moet alleen voor zichzelf leven, maar voor allen. Iets anders is wat het hart van een enkel mens verheugt, iets anders wat velen opbouwt. Dat relativeert natuurlijk het monastieke leven zelf.
En dat heeft mij ook doen aanvaarden om bisschop te worden trouwens. Het leven buiten het klooster is vaak beter, zegt Bernardus. Gij doet ongetwijfeld wel met waakzaam te zijn over uzelf, schrijft hij. Maar hij die velen helpt, volbrengt een beter werk. Maar je moet er wel toe geroepen zijn. Laten we echter realistisch blijven. Het gebeurt dat de plicht tot naastenliefde de contemplatie gewoon moeilijk of onmogelijk maakt. Naastenliefde voor de anderen is niet alleen maar een verdere stap binnen de contemplatie. Het kan ook in concurrentie komen met de contemplatie. Hij zegt, voor de beschouwing is er in dit leven niet al te veel gelegenheid, nog veel vrije tijd, hij was abt, hè, daar het dringender en dwingender belang van de dienst en het werk iemand achtervolgt. Zoals Paulus zegt, is de dienst meer dan eens een last. Maar tezelfde tijd moet het wel en men wordt er door de liefde toegedrongen. Je hebt het gevoel weggerukt te worden uit het licht van de beschouwing. Ook al leef je dan in het licht van de goede werken. In die zin verdedigt hij ook Martha in het verhaal van Martha en Maria. Er is ook een licht in het werk van Maria, van Martha. Het criterium is altijd, voor wie doe je het? Voor jezelf of voor de anderen en voor Jezus in de anderen? Trekt de bruid erop uit gemotiveerd door eigen belang of omwille van de bruidegom? Bernardus wordt als abt steeds opnieuw door zijn broeders gestoord die hem voor alles en nog wat nodig hebben. Zij zullen mij sparen, schrijft hij, mijn broeders zullen mij sparen door me niet te sparen. En ik zal me juist gerust voelen als ze niet bang zijn voor hun noden mijn rust te onderbreken. Heel mooi. Ik zal hen ten dienste staan zolang ik kan en in hen zal ik mijn God dienen zolang ik leef. In ongeveinsde liefde. Dat is echt onbaatzuchtige liefde. Iemand die zich zo durft te geven, komt met grotere genadegaven terug dan wat hij meent achtergelaten te hebben, namelijk zijn eigen vreugde in de contemplatie. Het verwondert ons dus niet dat Bernardus soms ronduit de voorkeur geeft aan actie boven contemplatie. Maar het moet vooral met onderscheiding gebeuren. De enige hulp, zegt hij, en toevlucht hierbij is gebed en herhaalde verzuchtingen tot God. Dat hij ons voortdurend mogen te kennen geven wat, wanneer en tot hoever hij wil wat wij doen. In die zin is er dus bij Bernardus geen tegenstelling tussen bruidsmystiek en dienstmystiek. Voilà, dus de sequentie is, ik ga het helemaal het einde. De sequentie die wij zien is bekering tot God, door, stilaan door die liefde uit te zuiveren, van de liefde die ik heb voor mezelf naar God toe gaan. Eerst heb ik God nodig en dan stilaan de belangeloze liefde naar God toe. Dus het is een godsverlangen dat groter wordt en dat ja, zich uitdrukt in vruchtbaarheid, in infusio die effusio wordt. De context is altijd bij Bernardus, maar dat kan ik hier, dat is een ander onderwerp, dat speelt altijd wel mee. Het is altijd een ecclesiaal, een kerkelijke context. Zich door Gods woord laten leiden, betekent meteen in en met de kerk leven. Het is ook de kerk die me helpt onderscheiden in hoeverre mijn liefde tot God en tot de naaste authentiek is. Waardoor men bruid van Christus wordt zoals de kerk dat al is. Zo maakt men zich ook de noden van de universele kerk eigen. Necessitatis universalis ecclesiae. Ik moet mij de noden van de universele kerk eigen maken, zegt Bernardus zelf. Uiteindelijk gaat het steeds om het primaat van de naastenliefde. Het hoogtepunt is niet de eigen contemplatie, maar de naastenliefde. De naastenliefde is het hoogtepunt van de geestelijke liefde. Hij zegt, je maakt dikwijls van die graden. Op een andere plaats zegt, geeft hij andere vier graden, dat heeft geen belang, het is als het maar de doctrine er helpt. Maar hij zegt, tenslotte beminnen we de geest op een geestelijke wijze, dus dat is het toppunt, de geest beminnen op een geestelijke wijze. Wanneer we zelfs onze vurige ijver voor geestelijke zaken uit liefde achterstellen bij het nut van onze medebroeders. Uit liefde.
En dit is de liefde die van God komt, Hij die liefde is. En zo ziet u de evenwichtige, denk ik, doctrine van Bernardus, die ik heb geprobeerd van samen te vatten. Een beetje in een notendop natuurlijk. Ik dank u voor uw aandacht.